iets leuks. Vanavond kunnen nachtbakers kijken naar een bijzonder fenomeen. Ja, jij hoeft volgens mij morgen niet vroeg op. Maar misschien toch waard om die wekker eventjes te zetten. Want lekker lang opblijven of vannacht vroeg opstaan, dat is wel de moeite waard. Want er komt een enorme sterrenregen voorbij. Verschillende meteoren zwermen die samen door dat heelal komen. En dat ziet er heel bijzonder uit. Per uur kun je 20 tot ruim 30 vallende sterren zien. Ja, waar moet je dan op letten? Wij vroegen dat een expert. Zo'n telescoop zoals deze is natuurlijk leuk als je naar de planeten wil kijken, waar je er langere tijd hebt om die in je op te nemen. Jupiter bijvoorbeeld is prachtig te zien deze dagen. Maar doe dat nu niet met zo'n sterrenregen. Gebruik alleen je ogen en rust. De tijd om te kijken is 2 of 3 uur in de ochtend, dat is meestal zo. En hoe je moet kijken is gewoon ontspannen, naar boven kijken, geen instrumenten, niks. Niet concentreren op iets, want het komt vanzelf. Nou, rustig om je heen kijken, wachten tot het donker is. Prachtige nachthemel, kijk naar het oosten en gewoon rustig om je heen kijken. Ja, en dan hopen dat het niet al te bewolkt is vannacht. En...